Als je voor mij de sleutel hebt van... Die heb ik in de auto Goed, neem lekker plaats. Ja, hoe lang duurt het ongeveer? Ja, je moet rekenen met een uurtje 5 minuten of. Ah, oké. Helemaal goed. Het is dinsdag, het is 4 uur. Dat betekent een nieuwe video van de Giergasten. Mijn naam is Niels. En ik ben Martijn. En wij gaan vandaag testen, kun je zomaar een auto meenemen van een autogarage? Zonder dat die voor jou is, uiteraard. Dus gewoon aankomen en zeggen, joh, mag ik even wat uit die auto pakken? Oh, hier heb je de sleutel. Die Seat met dat kentekennummer. Mag ik even iets uit de auto halen en dan... Wat ik dus net zei. Ja, maar dan dat. Anders verwoord. Ja, dan gaan we rijden. Hier is dus de garage. We gaan natuurlijk niet zomaar iemands auto meenemen. Dat is natuurlijk super strafbaar. A, ik krijg een strafblad. En je zou zomaar iemands anders auto kunnen beschadigen. Oh, komt gewoon even tussendoor. Doet die gaan. Doet die gaan. Ja. Dus, wat is het plan? Ik ga gewoon even met onze eigen productieauto. Nee. Jouw auto. Zeker niet mijn auto. Joost auto. Nee, ja, het is Joost auto. Wij gaan Joost auto even daar neerzetten. Ja, want die moet sowieso APK gekeurd worden. Ja, inderdaad. Dus ik vraag gewoon even weer mijn APK keuren. Ja. Dan kom jij later op de dag gewoon even langs om te zeggen, joh, mag ik even wat uit de auto halen? Ja, precies. En wat je dus aantoont is dat zomaar iemand die ze niet kennen, die de auto niet heeft gebracht, dan wel die auto kan meenemen. Ga jij die auto pakken? Die staat daar, hè? Oh ja, die staat daar. Oké, Joost. Ik laat je lelijke Seat Ibiza nu APK keuren. Bedank me later maar. Hey, goeiedag. Ik kom graag voor een keuring, ja. Ik sluit op, gaat het meteen naar binnen. Helemaal top, super. Wanneer denken jullie dat die ongeveer klaar is? Over een minuut of 10. Over een minuut of 10 al? Helemaal top. Dus nu 10 minuten voor de controle. En als de dingen gerepareerd moeten worden, moeten we laten staan. Ja? Ja, maar moeten de dingen gerepareerd worden? Ja, ik denk het wel. Dat denk ik ook. 12 seconds later. Gast, hij was helemaal picobello in orde. Dit krot is gewoon helemaal goed. Dit is precies wat we niet wilden. Ik wil niks te repareren aan dat kutding. Maar ik wist ook niet dat een APK zo ontzettend snel ging. Ik ook niet. Maar goed, we moeten even een andere auto gaan wegbrengen. Wat er dus mis ging, de APK ging te snel. Ja. En er was niks mis met de auto. Dus, wat hebben we gedaan? We hebben Joost's auto gemold. We hebben een mooie kras hierin geslagen. Niet kapot te krijgen, dit ding. Maar er zit wel een barst in. Ja, dus we gaan even naar Carglass. Want volgens mij doet Carglass dat soort dingen. Nou, volgens die fucking slechte reclames wel, ja. Ja, hè? Carglass repareert. Carglass vervangt. Carglass is kut. Goeiedag. Hallo. Ja, wat voor je? Ja, ik heb een barst in mijn voorruit. Ja? We gaan een afspraak maken om deze kraan te vervangen. Ja. Kijk, kom daar van een... kijk... Giergasten. Giergasten, ja. Giergasten. Party, Party animals. Nee, feestconceptje. Als je voor mij de sleutel hebt van... Die heb ik in de auto. Neem lekker plaats. Ja? Hoe lang duurt het ongeveer? Ja, je moet rekenen met een uurtje 5 minuten of. Ah, top. Oké, helemaal goed. Dan loop ik even rondje. Als het goed is, staat onze auto nu klaar. Ik ga naar binnen, ik ga hem proberen op te halen. Nu denk je natuurlijk van ja, maar het is ook jouw auto, want het is de Giergast productieauto. Dat klopt, maar dat weten zij niet. Dus als ik hem zometeen gewoon meekrijg, dan zou dat dus kunnen betekenen dat je elke garage kan binnenlopen. En gewoon kan zeggen, hey, die auto is van mij, kom even ophalen. En dat je voor de prijs, voor wat de auto dan gerepareerd was, zomaar met een auto kan wegrijden. Dat zou niet mogen kunnen. Maar dat gaan we nu testen. Hey man. Hallo. Kom je Seat ophalen? Yes. Ja? Ik moet zo meenemen. Ja? 24 uur niet met de auto door de was gaan. 24 uur niet met de auto door de was gaan? Yes. Oké. Okay. Ja? Helemaal goed. Goed hier. Dankjewel. Fijne dag man. Nou. Wat denk je? Vertel om met je Duitse kop. Bedenk! Oh, we hebben terug! What the fuck, ouwe, dat heb ik niet verwacht. Heel eerlijk, ik heb gewoon gezegd, ik kom voor die Seat. Oké, is goed, wacht er eventjes. Ging wat dingetjes invullen, zei, hey, op factuurtje? Ja, is goed hoor, hier heb je sleutel.
En ik ben naar buiten gelopen. Dus je kan in principe gewoon letterlijk iemands anders auto meenemen. Ja. Als je zegt, ja, die is voor mij. Precies dit. Je hoeft er nergens te zeggen. Nee, ik heb geen legitimatie af moeten geven, niks. Echt? Het is echt te bizar voor je. Je zou gewoon een garage kunnen binnenlopen. Als je van tevoren al een beetje weet, oké, die BMW is binnengekomen, zo en zo. Staat nu buiten, hij zal wel klaar zijn. Die BMW, kom ophalen. Hier sleutel. Pas, boom. Weg. En dit is waarschijnlijk hoe de grote autodieven het ook doen. Wellicht. We hebben wij wederom een lek in het systeem gevonden. En dat doen we natuurlijk niet voor de views. Nee, dat doen we voor jullie. We willen dit Nederland veiliger maken. Spreek voor jezelf. Ik wil gewoon een nieuwe auto. Nou ja, hier. Heb je auto terug? Ik denk ik krijg een klap in mijn ballen. Nee, je hebt je auto terug. Nee, dat is niet mijn auto. Dat is jouw auto. Dat is van Joost. Nee, als ik volgende week in een nieuwe auto rijd, moet je niet gek opkijken. In ieder geval bedankt voor het kijken. Volgende week zijn we er gewoon weer bij met een nieuwe klap in de ballen. En een blok. Tot dan. Like. Ook. En subscribe.